Ja, ik weet niet wat jij wat je ging doen, maar oké. Okay. Hé, hey, Kerel, wat wil jij nou weer voor flipping up? Yo, lieve mensen van Twitch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar Assassin's Creed Origins. We gaan door met waar we gebleven zijn. En dat is dat we die gevangenen hebben bevrijd en dat we nu naar Spikfikaturumus. Ach, jeeuwig. Waarom moeten deze mensen altijd ook van die moeilijke namen hebben in dit spel? Holy poep. Het zijn altijd van die lastige namen gewoon. Dat is echt zo irritant. Kan het gewoon niet een simpele Jan of een Harry zijn? Gewoon een simpele naam. Zoals Bajek, dat is toch wel een naam. Dat kan je nog wel makkelijk uitspreken. Maar zoals dit soort namen, dat het... Vitarius. Shizul ding. Pokker, weet ik van wat. Waterballet. Altijd van die lastige namen. Maybe the lash will loosen your tongue. Oh, flip. Enough! Wat de flip ben jij nou doen? My workers are not to blame. Send me some soldiers with half a brain, or we'll never find my Dioptra. General Agrippa will hear of this. A Roman, standing up for Egyptians. Pathetic. Helemaal niet. Je bent gewoon een sufkous. I need real soldiers who will help me find these thieves. Now scuttle back to your wine, you sacks of uselessness. Hij heeft een goed hart. Hij heeft een goed hart, dat weet ik nou al. Are you the one responsible for working my people to death? Your people? They are my people. I'm keeping them alive in the face of increasingly bad odds. But who are you, my Egyptian friend? Bayek of Siwa, protector of these people. Well, Bayek of Siwa, I am Vitruvius. Oh, yeah. And contrary to popular belief, not all Romans are your enemy. If you would help your people, then help me. Our tools have been stolen. My surveying tool, the Dioptra specifically. Yeah, without it, construction has stalled on the aqueduct. The generals believe my workers are to blame. Ah, dit is dus een waterbrug. Echt een waterbrug. Ik vind het alleen een beetje raar dat het aqueduct is, dat het vet droog staat hier. Flow into the farms of Cyrenaica. Talk to Dady up at the construction site. He used it last. Okay. Fortuna go with you, Bayek of Siwa. Okay. Oh, is dit een dubbele side quest? Got him. Hartje Vlad. Are you daddy? Wat de flip ben jij aan doen? I did not take it. Please, do not kill me. Als je stopt met weglopen. Dude, kom hier. Gaat hij heen? Got him. Ha! Got you! Calm down. I won't hurt you. Just tell me where the Dioptra is. It was lunchtime, and my wife brought me a fresh roasted chicken leg for lunch. Which was nice, as it has been an eon since I had... Sounds delicious, but get to the part about the master's tool. Your lunch won't solve this crime. Nope. Oh, I see. Well, I left the Dioptra in the cave. And when I came back, it was gone. Scrabbled away by wolves, spirits, or worse. What does this Dioptra look like? Ja, dat is wel goed je vraagt. Ik moet zelf van hoe ziet het eruit? Maar oké. I will find it. Just try not to die of fright before then. Lol. Oké. Nee, ik... Kan niet eens op een stomme stukje touw naar boven lopen. Dan hebben we wat aan.
Oh, hij is nog in 3 stukken verteld ook. Jeetje. Daar hebben we wat aan in 3 stukken. Nou ja, zolang ik maar niet te veel te vechten, vind ik alles een keertje best. Want ik vind het best wel een gewelddadig spel. Assassin's Creed is gewelddadig. Ja, dat klopt. Het zijn ook af en toe wel eens leuk van als je gewoon die chill missies hebt. Gewoon van een beetje rondrennen, een beetje onderzoeken, een beetje zus, een beetje dat, een beetje dit. This place is heavily guarded. Oké, dat was totaal niet de bedoeling, maar oké. Tada, para. Nou, weer kom even keer dat is oké. Dan zit hij in de grot. Ah, hij zit natuurlijk in de grot, kan niet anders. Oh, even kijken. Oh, nee, niet. Lol. Oké, dat is zelfs nog beter. Dan vind ik het nog helemaal beter, zelfs lieve mensen. A bandit den. But at least we know it was not spirits that stole the tool. Wat? Looks like a piece of the Dioptra. Oh, okay. Okay, moet ik nog verder hier naar beneden toe gaan of wat? Ik denk dat ik nog verder naar beneden moet. Wat? Waarom kijk ik altijd een melding van dat er iets in de buurt zit, dat er niks in de buurt zit? Messenger was tortured by the bandits. A touching letter. Abdi and Merope. Lovers torn apart by oppression. Reminds Hello. Me of I and myself. Poor Abdi. I should look into this. He could be in trouble. He should be easy to find with a tattoo. Part of the missing surveying tool. Oops. I think I fucked it up. Pijntjes zijn gemaakt. Nee, mijn statue mate. Niks aan te doen. Het lag eigenlijk omdat ik hier nog aan een grote fout heb gemaakt. Oké. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Ik ben niet te stoppen, kerel. Dat weet je toch? Hallo. Ik had je niet gezien, kerel.
Als je nou gewoon lekker was blijven liggen, dan had ik je never nooit gezien. Another piece of the tool. I should return to Vitruvius. Before the Romans make an example of Daddy. Hey, hold on. En weer steekt een heleboel in de vlammen. Maar niet uit, komt wel goed. Hallo. Wat? Ik wil jou 6 meter, wat de flip? Oké. Je vlaagt erom. Ja, alsjeblieft. Ben het flippertje. Brand, 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 brand. Tada, papa, papa, we gaan er vandoor, we gaan er vandoor, we gaan er vandoor. Oké. Okay. Kan ik dat hele stuk snel... Ik kan het stuk snel doen, maar ik kan het ook langzaam doen. Ja. Hopelijk leeft die kerel nog. En ik blijf wel aan... Die kant van de muur van... Dat lijkt me de beste van een beste idee. En dat is mijn viervoeter. Mijn enige beste viervoeter die ik in het hele spel heb. Nou, daar zijn nog best wel wat cards. En aangezien... wij niet echt altijd even aardig zijn en best vriendelijk kunnen zijn met ze, dus... Hallo. Sorry van je bank. Hopelijk was dat niet een belangrijk bankje. Heb je mijn dioptra? Jazeker. Found it in a bandit camp above the aqueduct. Really? Yeah. Some of my workers complained of hearing whispers from there, believed it was haunted. I was sure it was just superstitious nonsense. Nonsense. I dealt with it. Nothing will haunt you now, living or dead. Excellent. And now General Agrippa has no more reason to bully my workers. He's become more ambitious since Flavius returned from Siwa, and it is not a welcome change. Thank you, Hayek. You saved my... our people's lives. I am in your debt. Fortuna smile on you, Vitruvius. Your work will help a lot of people in Cyrenaica. Please understand, Bayek, I was not always so focused on architectural wonders such as this aqueduct. Okay, what have we done? Shall we continue, my friend? Yeah, hoor. Where are you going, Bayek? Achter jou, aan. As a hot-headed youth, I came up with many means of death and destruction. One of those was a Greek fire of sorts. Greek fire? A substance with such potential for unspeakable suffering. Ja, voor mij kriekvijf is dat het vuur wat niet zo snel uit kan. Well, the general is producing it. And forcing Siemens to arm his ballista for a war against their own country. Oké, okay, laten we ze even doen. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Hij wordt echt wel letterlijk aan twee kanten aangeduid. Van, fuck jou. Curse my pride! I should have burned my notes. General Agrippa must have found them. Nou, dat kan gebeuren, toch? Stopped. Do what your conscience dictates, Bayek. But understand, I cannot be part of a plot against a Roman general. Nee, dat begrijp no matter ik ook. How I may feel personally. Recover the formula and I will destroy it. I will not have the immolation of Egypt on my conscience. Jove protect you, Bayek. Goed, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Met die oude schoen. En is daar een touwtje waar ik daarheen kan gaan of wat? Found it.
Hop, ze flats. Diepe val. Dat maakt niet uit. I must be careful now. Ja, dat gaan we ook zeker wel doen. Even kijken wat ze doen. Daar slapen wat mensen. Daar loopt iemand. Voor mij staat hij daar hoe nelen. Dit is allemaal te doen. Vermoed ik. 35. Oké, okay, dit maakt het allemaal wel een stuk interessanter. Oh, flip. Over ego, stand up, give it a lord! Sorry, kerel. Dit had niet mogen gebeuren. Ja, dan ga ik over de reling. Oké, snel dumpen. Snel over de reling. Nee, ook. Nog iets? Nee, niemand. Mooi. Top. Ook wil je knikken. Wat? Kom op. Flip op. Weg met jou. Niemand mag jullie. Altijd wijs om te doen. Flip. Kijk, zijn kop niet te zien. Oh, zien ze dat allemaal? Was dat raak? Mij waren we gezien. Voor nu. Maar dat maakt niet uit. Okay. Laat hem wel lekker liggen. Laat hem wel lekker liggen. Zolang ze ons maar niet zien, vind ik alles best. Kijk, hoppakee, nog een keer. Ik moet zeggen, dit is best wel chill. Gewoon op afstand zo. Hoppakee. Ik weet niet hoeveel damage ik doe, maar oké.
Oké, huppakee. Ja, je bent ook heel vervelend, dus je gaat ook over de reling. Ik zeg, over de reling. Mag ook blijven liggen, vind ik ook niet erg. Oké, hij gaat niet easy dan, dus. Maakt niet uit. Maakt niet uit, we pakken hem. We hebben dat andere ding ook nog. Kom op, kerel. Hij doet heel irritant zo te zien. Waarom moeten ze nou altijd zo irritant zijn? Dat snap ik nou echt niet, hè? Ik snap nooit waarom ze altijd zo vervelend moeten zijn met... Doe maar voorzichtig, want het zou zo kunnen zijn dat ik vandaag beschoten zou kunnen worden. Kom op! Flip. Nou, dan vechten we wel tot de dood. Oké. Daar kan ik niet over oordelen, maar oké. Monsters and demons will die, General. Klink. Even kijken. State! Et io silu! Et mortuis sunt vimus! Martiri di schifrina vis! Ja, kom maar hoor. Dat pakken we jullie toch allemaal vandaag. Auw! Kom dan. Auw, hoe de flip? Oh, met de laatste hebben pijl ook nog. Vuile boef. Oké, confirm die flipping kill. They use the formula. I should destroy the Greek fire stockpiles. Oké. Eerst even wat munitie bijschaven. Zo, de knetter. Kom op. Je moet toch allemaal zo kunnen? Kom op, rollen. Hakmodo! Dante! Moer! Ego looder is zo niet. Wacht. Hij is natuurlijk aan het gillen, dus... Lekker blijven gillen, vind ik heel goed. Hoe langer je blijft gillen, des te beter het voor mij is. Hoppakee.
Ik vind hem goed. Even kijken, Hoppakee. Hou je kop houden. Hou je mond houden, niemand die je mag. Slechte bewaking. En misschien niet meer met dat zwaard doen. Dit is toch de voorraad, of ben ik nou gek? Ga er wel vanuit. Boven. Nou, er liggen hier wel flippig veel pijlen, man. Alsof we dat wisten dat ik hierheen zou gaan. Hallo. Hallo. Ja, ik weet niet wat je ging doen, maar oké. Hey kerel, wat wil jij nou weer voor flipping pukkelding? Kerel, doe jij zo'n pijl in mijn muur? Plop. Dank je. Vind het na kereltje wat je er bent. Okay. Vitruvius will want to know his formula is in safer hands. Ja, dat is het zeker. Ik denk dat ik dat zelfs kan doen als ik hier gewoon in de buurt uitga en ja, gewoon wegga hier. En we lenen die apart. En bedankt voor de loot. Ik kan niet van veel van die magasjes te veel achter me aan hebben. Maar dat maakt niet uit. We komen er altijd. We zijn er al zo wat klaar hiermee. En we zijn nog zo wat level up ook. Dat is toch het lekkerste van alles. Level up gaan. Voor mij was dat de tuinslang. Wow. We gaan geen hout doen. We gaan doorrijden. Oeh, de maan. Die heb ik nog niet zo vaak gezien in dit spel. Dat meen ik echt. Alsjeblieft, kerel. Ja, we hebben hem zeer zeker. We hebben ook de stok gepest. Or any day, I hope. And General Agrippa? He did not give it up willingly. Nee. He was a good Roman. But he never understood that doesn't mean you cannot be a good man. Flavius fed Agrippa's pride and ambition with talk of empires. I fear the path his supporters have taken will end in many deaths. It will end with their own. But you are a good man, Vitruvius. Just how that fall? I've seen that in your words and deeds. I am trying to be. I don't think that's your work. Again, Bayek of Siwa, you are a true protector of your people. Thank you, man. En we zijn weer level up! Woehoe! En dat betekent dat we een ability weer bij mogen hebben als het goed is. En welke ability wou ik ook weer nemen? Ik kan het niet wat detected.
weet het niet meer. Ik weet het nou niet meer welke ik wou toen de tijd voor nemen. En als ik er een heb gekozen, dan zeg ik van, oh ja, die wou ik eigenlijk hebben. Die voor 1? Oké. Okay. Ja, het zal dan wel, hè. Oké, nou, dan doen we die. Hoppakee. Even kijken bij de gear, wat hebben we daar nog aan te passen? Ik denk dat zwart sowieso niet. Het is wel een level 33, dus take it. Kijk, dit is een... Ik had verwacht. Maar mensen, dat is voor deze keer. Abonneer je op dit game. Volg me op Twitter. Links hier beneden. Zeg, niks jullie graag. Volgende keer weer terug.